Je trek is af en je bent tevreden met wat je gemaakt hebt. Nu wil je er natuurlijk ook voor zorgen dat ieder geluid volledig tot zijn recht komt. Dit is iets dat alles met het mixen van een track te maken heeft en in deze categorie ga ik je uitleggen hoe je dat kan doen. Maar wat is mixing precies en hoe werkt het? Wanneer een band in een studio aan het opnemen is, dan krijgen ze allemaal een microfoon toegewezen. Vaak zelfs meer dan één, zeker als we het hebben over een drumstel. Deze microfoons nemen het geluid vervolgens op en deze krijgen allemaal een eigen kanaal. Vroeger kon er alleen opgenomen worden in mono, wat inhoudt dat het alleen via één speaker kon worden teruggeluisterd. Ook werd er in het begin maar opgenomen met één microfoon, dus om een balans te maken tussen verschillende instrumenten moesten de artiesten verspreid worden over de hele ruimte. Wanneer iemand een solo wou spelen, dan moest deze naar voren komen terwijl de andere muzikanten op hun eigen plek bleven staan. Gelukkig zijn we nu in een tijd waarbij we geluiden op kunnen nemen met meerdere microfoons en de geluiden via meerdere speakers kunnen afspelen. Dit noemen we stereo. Dit is iets dat in alle muziekopnames tegenwoordig toepasbaar is. Dus ook als je helemaal elektronisch je muziek maakt en geen enkel echt instrument gebruikt. We gaan door. Je hebt al je kanalen opgemaakt en de productiefase is klaar. Dan is het nu tijd voor de mixfase. Je moet al deze kanalen evenveel ruimte geven zodat ze goed samenwerken en elkaar niet in de weg zitten. Alles komt immers naar buiten via twee speakers of een koptelefoon. Iets dat kan helpen is door de ruimte waarin alle geluiden samenkomen te zien als een kamer. Je hebt de muren aan de zijkant, de muur aan de achterkant, de afstand van waar je staat tot de muur aan de achterkant en de hoogte van de grond tot het plafond. Jouw doel is dus te zorgen dat ieder instrument op de juiste plek komt te staan. Wil je dat een instrument dichterbij komt, dan kun je gebruik maken van het volume. Zet je het volume harder, dan komt het instrument dichterbij. Zet je het volume zachter, dan staat het instrument verder van je af. Dit kun je vergelijken met wanneer je met iemand praat. Staat die persoon 5 meter van je af, dan is het geluid zachter dan als die persoon 5 centimeter van je af staat. Wil je dat een instrument meer naar een van de zijkanten komt, dan kun je gebruik maken van de panning. Hiermee zorg je er eigenlijk gewoon voor dat de ene speaker het instrument harder of zachter laat klinken dan de andere speaker. Dus laat je de panning op 0 staan, dan komt het geluid even hard uit beide speakers. Dit noemen we ook wel panning in de Phantom Image. Misschien hebben je ouders thuis nog een oude stereotoren staan. Dan ken je de termen bas, mid en treble misschien wel. Deze vinden we trouwens ook terug op DJ sets. Wat deze knoppen doen, is het geluid opdelen in groepen van frequenties. Als je de categorie geluidstheorie nog niet hebt bekeken, dan weet je misschien nog niet wat frequenties zijn. Maar simpel gezegd, hoe lager de frequenties, hoe lager het geluid en andersom. Je kunt je dus voorstellen dat een grote misthoorn op een boot behoort tot de basfrequenties en de fluit van een scheidsrechter eerder tot de treblefrequenties. Oké, nu kun je dus alle instrumenten een plekje in de kamer geven. Je kunt hiervoor ook een band op het podium voorstellen. Die staan niet allemaal in een rijtje achter elkaar te spelen. Hier heb je bijvoorbeeld een foto van de Red Hot Chili Peppers. Zoals je ziet staat de basgitaar links, de drummer en de zanger in het midden en de elektrische gitaar staat rechts. Ook zie je dat de drummer iets meer naar de achterkant geplaatst is. Dit kun je dus ook doen met je productieinstrumenten door ze een plaats te geven met de volume en de panning. Dan hebben we nog de hoogte van de verschillende instrumenten. Dit is iets dat met equalizers gebeurt en hier gaan we het in de volgende video uitgebreid over hebben.